Welkom bij Wandel TV. Ik ben Maurits Pieterson en vandaag wandel ik 100 kilometer. En de start is in Odoren. En de eerste record is al te pakken. Want er stond vandaag een record aantal aan files van 1100 kilometer. Dat bracht mijn reisschema ook een beetje in de war. Uiteindelijk zou ik dik te laat komen hier. Maar de motor kunnen we er tussendoor, dus dat is wel lekker. Maar ik was dus een kwartiertje voor tijd aanwezig. Maar ze hebben er zin in. Want om 7:55 vertrokken ze al. Nou, je ziet niemand achter mij. Oh, jawel, een fietser. Maar we gaan wandelen. Dus ik ga even de achtervolging inzetten. Zo, kom eens af. 3 kilometer. En we hebben een fietse wind. Een klein buitje. Ik heb even precies geteld. 19 wandelaars op de 100. Oh, dat is mooi hier. Schitterend. En volgens mij is dit een weggetje van 1,5 kilometer lang. Imagrados. En de regen is gestopt. Dat is wel lekker. Zo, vanaf Schoonoord tot hier Wezep. Alleen maar regen en hard ook. Mijn schoenen helemaal volgelopen. Droge sokken heb ik bij me, maar liggen nog bij de start. Dus daar komen we over 1 kilometertje of 20 weer. We doen het er maar mee. Ja, hallo, nog een beetje droog? Nee, zelfs water in de oren. Nou ja, we gaan weer verder. Vogeltjes fluiten, de zon komt op. Wij zijn blij. Onderweg, uitstekend aangegeven. Met die paaltjes, lichtje erop. Dus die moesten we in de gaten houden. Ik heb een leuk groepje, loop ik mee. Met Harry en Chris. Zal ik straks even van voren nog even een shot geven. We hebben elkaar de nacht er doorheen getrokken. Wakker gehouden, inderdaad. Nou, nog 1,3 kilometer en we hebben een rustpost. We komen eigenlijk net van de rustpost af. Lekker mosterdsoepje gegeten, was heerlijk. Maar we krijgen er vlot weer eentje. Schitterend hier. Harry, achter ons. Hallo Harry. Hallo. Voor de eerste keer 100. Specialist op de Kennedy Mars, 80 kilometer. Naast mij. Chris, legende, Centurion-loper. Dat betekent binnen 24 uur 160,9 kilometer volbrengen. Dat was wel toen ik nog in vorm was. Toen was hij in vorm, maar dat doet er niet toe. Ik ben soms ook wel in vorm en soms niet. Maar hij heeft me wel op een ideetje gebracht. 24 uur, 160,9 kilometer. Het kan volgende week al. Het kan volgende week al. Ik ben nog niet in vorm, Chris. Dus, Ja, ga het Pinksterweekend. Oké. Okay. Volgend jaar. Zwaar in training, denk ik. Volgend jaar weer. Oeh, lekker. Nou, hoeveel kilometer zitten we? Zal ik even kijken voor de kijkers. Ah, bijna 55 kilometer. Zo. En dan gaan we aan het ontbijt, mannen. Lekker, hebben we zin in? Zeker weten zin in. Het zonnetje schijnt al aardig. De temperatuur klimt omhoog. En volgens de voorspellingen gaan we straks naar plus 20. Hier heb ik vannacht ook gelopen. Maar ja, toen heb ik er niks van gezien. Dus prachtig. Wat zeg je? Oh ja. Ja. Dit is het gat waar we allemaal bijna invielen vannacht. Even laten zien zo. Even kijken. Ja, ho. Oh. Dit is het gat. De voorste viel erin. En toen kon ik gelukkig ontwijken, mosselaar. Nou, het is hartstikke leuk hier. We zijn begonnen met 20. Lusje van 20. Toen kwamen we weer terug bij de start. 40 gelopen. Zijn we net ook weer geweest. Ontbijtje gekregen. Lekker. En nu gaan we de laatste 40 volbrengen.
En dan zitten we op 100 kilometer. En het leuke is dat deze tocht 1 keer in de 10 jaar wordt gehouden. Dus die mazzel heb ik dat ik erbij mag zijn. En verder kan je ook de Vierdaagse lopen hier. Dus nu wandelen de 40 kilometer zijn bezig. En daar wandelen wij gezellig mee. 80 kilometer erop zitten. Lekker fris windje. Mooi uitzicht. Mooi dorpjes op de achtergrond. Veel landbouw. Lekker groen allemaal. Ja, komt u maar. En ja, we zitten nu weer in een lusje van 12 kilometer. Net een controlepost gehad. Dus we lopen nu een rondje, komen weer terug op de controlepost. Gaan weer lekker even wat drinken daar. Weer energie opdenken. En dan gaan we ons opmaken voor de laatste 10. Maar, niet vroeg juichen, we moeten er nog 20. Lekker bikkelen naar de rust. Nog een klein stukje. Klein stukje hier. Hier nog 2 doorgewinterde Nijmegen gangers. Ja, dat was een goede allemaal. Jullie lopen er fris bij, mannen. Ja, hè? Ja, jij ook, hoor. Ja, ik doe alsof. Ja. Jullie gaan lekker, hè? Succes! Zo, rustpostje. Deze heren die ken ik ergens van. Jullie zijn niet weg geweest. Wij lopen hier 12 kilometer. En jullie blijven gewoon zitten. We hebben gewoon een stuk het dorp heen gelopen. Je zal mij niks vertellen dat dat de truc is. Ja, jullie zitten lekker. Jullie zijn aardig bruin geworden. Jeetje. Nee, ik hoor het. Nee, we zijn nog niet binnen, maar we gaan het wel vieren. Nog 11 kilometer. We gaan gewoon doorzetten, of niet, Harry? Zeker. Smaakt hij een beetje? Erg lekker. Heerlijk. Goed, man. Dat is net zo lekker als hij eruit ziet. Oei, ik ga meteen beginnen. Het zit erop. 100 kilometer. 17 uur. En 17 minuten. Het was pittig. Dus die ene keer dat ik mijn hond uitliet voor 5 kilometer in de Munnikpolder was geen goede voorbereiding. Dus daar kan ik nog winst bij halen. Maar gelukkig met mijn wandelmaten Harry en Chris hebben we elkaar er doorheen gesleept. Het allerergste was eigenlijk nog die van, even kijken, van 80 tot 92. Dus we zaten op een rustpunt, moesten we een lusje. Kwamen weer terug op het rustpunt, hetzelfde rustpunt. Nou, dat lusje was echt verschrikkelijk. Dus waren we op 92, nog 1 stempelpostje. En toen gingen we als een speer, toen liepen we ook weer echt weer dikke 6 km per uur. We roken de stal, we gingen naar huis. We hadden er zin in. Dus, nou ja, top geregeld. Vannacht ook goed aangegeven. Net lekker gedoucht hier bij de plaatselijke voetbalvereniging. Ook lekker fris en fruitig weer. Dus ik heb genoten. En ik kom zeker volgend jaar terug. Want dit was echt leuk. En ja, ze hebben ook gewoon een vierdaagse. Dus moet ik die maar gaan doen volgend jaar. Nou, en nog een leukje. Niet voor mij, maar dikke blaar. Ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo'n grote blaar gezien. Regen vannacht, nou ja, jullie hebben het gezien. Lekker de hele dag, de hele nacht en dag lopen wrijven in die schoen. Nou, een of andere ballon zit erin. Ik kan er bijna een zeppelin van maken. Maar goed, thuis even wat werk, even prikken. Komt helemaal goed. Nou, dat was het. Het zit erop. Odoren. Hey, de bel. En applaus. Iedereen van de 80 en 100 die binnenkomt, gaat de bel luiden. Applaus. Je hebt het gehaald. Het is klaar. Prachtig. De Drentse wandelvierdaagse. Aanradertje. Volgend jaar weer. En ik ben erbij. Dit was Wandel TV. Tot de volgende keer.